Ik ben Janet en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 26 februari. En dat betekent dat ik vakantie heb. Nou, voor mij voelt het sowieso allemaal wel een klein beetje als vakantie. Maar ik hoef deze week dus ook niet naar school toe. En ja, het is maandag en ik heb me helemaal opgemaakt. Het is namelijk al best wel laat. Het is namelijk 8:30. En ik ga zo meteen uit. Dus ik ga zo meteen naar Emma toe en dan gaan we uit. Ik zou het super leuk vinden als je een blauw duimpje omhoog doet op deze video. En even abonneert op mijn kanaal hier beneden. En dan heel veel kijkplezier met deze week. Oké, we zijn bij Emma thuis. En Emma heeft vandaag make-up gekocht. En dat ga ik even aan jullie laten zien. Emma, doe je dit lampje aan? Want dit lampje is echt goed voor selfie licht, hè? Niet zo goed voor de camera. Maar ze heeft het gekocht bij make-up bij Tattoo. Tattoo. Ja, Tattoo. Nee, het is eigenlijk Tattoo volgens mij. Maar ik zeg Tattoo. Oké. Ze wilde eigenlijk nepimpers kopen, maar zo te zien is het een beetje afhankelijk. Ze heeft... oh, deze heb ik ook. Zie je goed? Ja, die heb ik nu mee. Ja, ze zei, omdat ik best wel gevoeligheid heb en gevoelige ogen, daarom heb ik nepimpers. Alleen hij is wel best wel... Hij gaat heel snel op, zei ze. Oh, nou dat heb ik echt niet, want ik heb hem 100 jaar. Alleen hij is best wel een beetje... Ja, licht. Ja, maar ze zei dat er... Oh ja, deze. Maar als je ze te heftig vindt... Ik heb er eentje mee die eentje minder heftig is. Mag je dat zijn die natural zeker? Nee, ik heb die. Je hebt Ardell Wispies. We gaan nu niet Ardell, in de camera zitten, want ik zie er echt niet En uit. Je hebt Ardell Demi Wispies. Maar ik gebruik ze niet. Ik heb hem nog nooit gehad. Oh, ze had het over dit merk. En ze zei dat die lijm heel goed is daarvan. Oh, je mag deze van mij hebben, want die hoef ik niet. Maar deze zijn ook langer aan de buitenkant. Dat vind ik echt mooi, maar ik weet niet... Ja, deze zijn iets minder heftig. Dus ik dacht, nou, misschien als je die wil. Hello. Want ik laat ze niet. Want bij mij is dit net alsof ik geen make-up op heb. Ja, maar jij hebt ook veel langere wimpers. En een... Oh, die krijg je zeker erbij. Ja. Ja, dat had ik gezien, die actie. Mega chill. En deze... Ja, deze heb ik ook. Maar ik heb de allerlichtste kleur. 000. En bij mij is die niet zo goed. Dat was het alweer. Oh, maar als je en... Een kaartje. Maar ik wilde eigenlijk die van Milani? Ja, Milani, maar die is echt te... Ze zei dat die echt heel heftig is. Gewoon crème. Is. Ik heb die ook. Het is echt crème gewoon. Nou, voor uitgaan is het wel chill. Je ziet het echt heel erg zitten. Oh. Maar ik heb mijn duolijn mee. Ja. Alleen ze zei dus, omdat ik gevoelige ogen heb, dat die duolijn best wel heftig is. En dat die bij de wimpers die erbij zit en die van Red Cherry, dat die niet zo... Oh, volgens mij zit... Ik weet niet of ik dan... Misschien heb ik wel... Moet jij hem anders opmaken? Okay, durf je dat? Ja, durf ik wel. Ik heb deze nog nooit gehad. Hij heeft focus niet. Focus dan mee. Focus dan mee. Oh ja, nu zie je gelijk al mijn lekker. Okay, Janette die gaat nu een wimper bij me opplakken. Zien jullie dat? Ik zal even mijn outfit laten zien. Shirt van mijn broertje. Je ziet niks. Ja. Echt of niet? Ja. Maar je ziet niks. Oké, ik ga deze wimper. Dit is de Demi Wispy van Ardell. Deze zit nu aan de binnenkant. Oké, wacht, hij moet nog heel veel drogen. Ik hou het van droge wimpers. Maar ik heb wel echt 3 glazen. Dat is een slechte invloed, hè? Dat kan je niet maken. Je bent een influencer, hè? Is gewoon zo inmiddels. Kan je zo bij die andere wimpen aan de binnenkant doen? Doe eerst je ogen zo even open. Ja, hij zit top. Oké, even stil. Even niet bewegen. Ja. Oké. Pliep. Oké, auw. Oké, we zijn nu bij Emma thuis. En... Hey, hoe je maakt? 27. Oké, maar we gaan zo meteen gaan we naar de Druivenstraat, zou ik zeggen. Nee. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Dit shirt is van Adidas. De broek is van de Zeeman. En mijn schoenen komen... zijn van Nike. En mijn sok is van de Action. Ik zeg echt niet grappig, mensen denken echt Ja, ik doe die bandjes zo meteen naar beneden. Ja, dus niks zeggen, want het gaat zo naar je bandjes. Weet je wat echt heel lelijk is als je een strapless shirt aan hebt met bandjes? Zoals dit. Oké, maar we gaan nu even een oude video terugkijken. Oké, goedenavond. Het is vandaag dinsdag. Ik was vandaag gewoon echt de hele dag bij Emma. Dus ik heb helemaal niks gefilmd en we waren gisteren uitgegaan. En het was echt super leuk. Ik ben nu net thuis. Ik heb net gedoucht. Maar ik ga dus nu uit eten. En dit bedoel ik dus. Ik ben zo slecht in vloggen. Omdat ik gewoon nu alweer de hele dag ben vergeten. Maar het was echt super gezellig. En mijn camera is volgens mij al de hele tijd niet scherp. Maar we gaan dus nu even uit eten. Dus ik zal even mijn camera meenemen. Ook al weet ik niet echt of ik iets ga filmen. Maar ja. En ik heb echt heel weinig make-up op. Maar ja, boeien. En mijn haar is lekker... aan het krullen. Niet toch?
Joh, wat heb je? Chicken wings en carpaccio en tomaatsoepje. Eet smakelijk. Wat heb je? Hetzelfde zo. Oké. Welke dag is het vandaag? Nee, met de auto let of zo. Ja. Hoezo niet? Gewoon. Dat wil ik juist filmen. Ja, maar wat ga je nou zeggen wat we gaan doen? Gewoon een stukje rijden. Oké. Ik ben nu met Amy. Het is vandaag woensdag. Deze week gaat echt fucking snel. En ik heb vandaag weer de hele dag niks gefilmd, maar ik moest ook de hele dag werken. En gisteravond heb ik ook niks gefilmd. Dat echt niet. Tuurlijk niet. En nou, we gaan nu even naar de auto lopen, want Demi is een paar weken geleden 18 geworden. En, oh ja, maar ik heb wel een keer met jou in de auto gezeten, maar toen zat je moeder erbij. Maar nu gaan we voor het Eggy. Oh, en ik heb mijn Uggs aan. Ik heb mijn jongensbroek aan en ik heb een hele lelijke jas aan. Dus dit wordt helemaal top. En nu gaan wij Monica toeren. Zo. Nou, wel lekker. Oh ja, zo ziet het beter. Ja, maar dat moet je echt niet uit. Zo. Maar het hebben geen goed licht. Je ziet het helemaal niet. Ik vind het zo raar eigenlijk dat ik bij jou in de auto zit. Maar zeker, want ik eigenlijk voel mezelf gewoon echt dom. Omdat ik 2 jaar ouder ben en niet kan. Omdat ik geen rijbewijs heb. Jongens, ik ga morgen voor een auto kijken. Dat heb ik helemaal nog niet gezegd. Dan neem ik jullie natuurlijk mee. Blijf bij mij genieten. Oké, goedemorgen. Het is vandaag 1 maart. Ja, 2. Nee, 1. Ja. Donderdag 1 maart. En ik ben nu met papa in de auto, want wij gaan naar de garage rijden, want we gaan kijken voor een auto. Want ik moet afrijden, maar ik heb geen idee wat ik ga halen. Ik heb wel mijn tussentijdse toets gehaald voor de auto. En we gaan dus nu kijken voor een auto. Dus ik dacht, ik neem jullie gezellig mee. Oké, papa is nu een proefritje aan het rijden. En hoe rijdt hij? Heel soepel. Oh ja, je kan het stuur verstellen natuurlijk. Ja. En welke is nou Volkswagen Move? Volkswagen Up. Nee, Move. Want ja, in Move zat alles. Ja, en maar dan... het is de Up en dan uitvoering Move. Oh ja. En ja, hij is echt heel erg mooi. Alleen, ik wil heel graag een witte en we zitten nu echt in een knalblauwe. Kijk hoe lelijk het hier is. Wie neemt dat nou weer? En voor de rest is hij gewoon helemaal zwart. Hij is wel echt mooi, ja. Oké, we zitten nog steeds in de auto. En hij rijdt echt top. Echt blij mee. En we mochten een half uur een proefritje rijden. Gaan we nu anders ook gewoon weer terug? Ja, we weten toch gewoon niet uit. Of nog heel even op de snelweg. Oh ja, dat is wel handig. Kijk je net, er zit ook. Het licht gaat automatisch aan en uit. Echt? Dus je hoeft hem alleen maar op auto te zetten. Maar wat zit daar dan? Want dat zijn toch de lichten? Dit is gewoon, richting aanwijzer. Ja? Oh, maar bij ons moeten we zo draaien aan de linkerkant. En dan heb je gewoon dim licht en gewoon stadslicht. Mislicht of zo, ik weet niet meer precies. Maar ja. Papi, je moet al langs schakelen. Maar ik vind hem wel echt mooi aan de binnenkant. Maar ik snap niet waarom je deze in het blauw zou nemen. Kijk hoe lelijk dit is. Oké, het is alweer avond. Dit ziet er zo raar uit met mijn oortjes. Ik kan het echt niet aanzien. Hoe heet het? Ik ging dus vandaag kijken voor een auto. Maar ik moest daarna gelijk werken. Dus toen ben ik gelijk doorgegaan. Dus daarom had ik niks meer gefilmd. En ik weet dat ik op elke dag een klein beetje... Ja, dat ik niet zoveel film, maar...
ik moet heel veel werken. Dus dan film ik gewoon echt alleen maar de leuke dingetjes. En ik heb ook geen zin om te zeggen, ja, ik ga nu naar werk, ik ga nu dit doen. Dus eigenlijk op die manier. En ik ga nu nog eventjes de laatste vlog editen van Londen. En dan ga ik lekker in bed liggen, want het is echt zo koud. Het is echt niet normaal. Dus dan zien jullie waarschijnlijk bij mij weer morgen. Oké, het is al een aantal dagen verder. Maar ik heb een nieuwe beautybox ontvangen. Dus en jullie vinden dat heel leuk om te zien. Dus ik dacht, ik ga hem even met jullie unboxen. Voor de mensen die niet weten wat een beautybox is. Dit is een box die je per maand kan ontvangen. En er zitten 5 beautyproducten in. Je kan dus bijvoorbeeld gewoon een abonnement nemen voor 3, 6 of 12 maanden. En loopt het gewoon af. Maar je kan ook gewoon dat je per maand... dat het opzegbaar is. Dus dan kan je ook bijvoorbeeld na 1 maand afzeggen. En de box kost €14,95. Maar de waarde van deze box van deze maand was €83. Dus dat is echt een heel groot verschil. Maar ja, ik ga hem dus gewoon met jullie openmaken. Er zit hier altijd een plakbandje. Die heb ik er al afgehaald. Dan hierboven zie ik een cadeaubon van Ariana Inden. Een waardebon van €5. En dan staat hier het boekje met de producten. Maar die kijk ik gewoon tegelijk als ik de producten pak. Dat vind ik zelf wat makkelijker. Nou, er zit altijd zo'n leuk folietje bij. En dit is het eerste wat ik pak. En dit is een Foaming Facial Cleanser van Sukin. Even kijken. Oh, dit is een milde reiniging voor een normale tot vette huid. Dus hier kan je make-up mee afhalen. Maar je kan het ook daarna gebruiken. En deze is normaal €10, €9,99. Even ruiken. Ik ben heel bang dat er heel veel uitkomt. Oh ja, het is echt een gel en hij ruikt heel erg naar... Ja. Hoe leg je dit uit? Een beetje plantachtig. Een beetje naar aloe vera ruikt het. Oké, het volgende is een lipstick van Lord & Barry. En van dat merk krijg je wel meer make-up in de beautybox. En welke lipstick? Oh, deze is echt heel mooi. Deze is het. Wow, deze kleur is echt heel mooi. En deze is normaal €25. En de kleur heet Sweetheart. Sweetheart. Oh, ik dacht Sweetheart. Maar ik denk dat het gewoon een beetje zo'n kleur is. Zo'n My Lips But Better kleur. Maar ik vind hem heel erg mooi. En hij ruikt heel lekker. Dus, dit... is het tweede product. Het volgende product is een Rose Mask Sheet. Dus een masker. Ziet er heel vloeibaar uit. Dit is Flower Mask. En je hebt 3 soorten. Je had de roze, de tulp en de zonnebloem. En ik heb de roze gekregen. Daar ik heel erg blij mee ben. Werkt vernieuwend voor een fluweelzachte huidsensatie. Hydraterend en vernieuwend. En deze is normaal €3,95. Ziet er wel heel erg mooi uit. Oké. Het volgende wat erin zit is... Wat is dit? Lip peeling sugar. Oh yes. Dit is zo'n lip scrub denk ik. En het zit in een heel klein schattig doosje. En deze normaal is die €19,75. Maar ik heb hele droge lippen. Dus dit ga ik gelijk eventjes proberen. Oh, het ruikt heel lekker. Hoe zit het in elkaar? Oh, het zit niet echt hele... van die grove suiker dingetjes. Maar juist heel zacht. Mijn camera gaat uitvallen. Oké, mijn camera viel uit. Maar het voelt heel erg lekker. Het is niet echt scrub. Maar echt een hele soort voedende lipbalsem. Wel een beetje. Wel heel lekker. En het laatste wat erin zit is een eye pencil in black. Dus dit is gewoon een zwart oogpotlood. Dit gebruik ik zelf niet, maar misschien wel iemand anders waar ik daar blij mee kan maken. En die is €24,50. Dus dat is echt superveel. Nou, dit is dus alles wat er in de box zit. Stel dat je het leuk vindt om deze box te bestellen, dan kan dat nog. Dat kan tot 16 maart tot 11 uur volgens mij. Oh nee, 15 maart tot 11 uur. En dan kan je deze box nog bestellen, maar je kan natuurlijk ook de volgende boxen bestellen. En hierbij wil ik ook de vlog afsluiten. Dus ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!